Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Welkom bij de voetbalpodcast Kick-off Oranje van de Telegraaf. Houd je wel bezig, hè, die Hollandse school. Ja. Met chef voetbal Valentijn Driessen. Waar jij het altijd over hebt in je krantje. Oranje aanhanger Mike Verwij. Saint-Marcé voor de Fransen. Und Pim CD. Ja, dit is een goed stel, hoor. Ja, nou, daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van de podcast. Potverdomme zeg, het is echt toegestroomd massaal uit binnen- en buitenland hier. Maar we hebben een probleem. Valentijn wil niet met het publiek. Maar... Nee, het is echt... Ze smakken wel een beetje bij ESPN bij het ontbijt. Dus wat dat betreft hopen we dat het niet goed te horen is. Pascal Kamperman, ik hoor wat in mijn oor, ja. Ja, ook hè. Ja. Voor de mensen die het niet zien, die luisteren. We zitten hier nog steeds in dat rustige hoekje. Maar het terras is inmiddels vergeven van de mensen. Veel gezinnen ook. Ja. Ja, nou, dit is het enige wat open is op zondag, hoor ik. Heerlijke zondagochtend. Zondagochtend ontbijtje. Vind je dat... Met korting kon je dat krijgen, zag ik. Oh, echt waar? Ja, wij betalen geloof ik €20 per ontbijt. En het stond nu voor de korting voor €11,50. Ja, dan krijg je dat het massaal wordt bezocht. Heb je daar overigens last van dan als je in je werkfocus zit, dat er dan ouders met jonge kindjes bij aanwezig zijn of niet? Nou, ik weet niet hoe lang het duurt, maar dat hele kleine kind, dat weigert nu al te eten. Dus kijk maar. Dat wordt moeilijk. Hij is nu bezig. Ja. En, gelukkig vindt hij het lekker wat hij nu krijgt. Ja. Anders krijg je dat geschreeuw en een gejank wat je altijd in je vliegtuig hebt. Hè? Ja. Dat je altijd precies naast een klein jankend kind komt te zitten. Ja. Onderweg zit je weer naast Mike voorbij of niet? Bij een intercontinentale vlucht. Hoe was jij vroeger in het vliegtuig? Ja. Nou, wij zaten niet in het vliegtuig. Nou, Australië toch? Yo, vertel dat nog eens trouwens. Vroeger, maar toen was ik wel volwassen. Ja, het vliegtuig. Als kind ben ik gewoon één keer bij gevlogen. Ja. Waar naartoe? Mallorca, geloof ik. Okay. Ja, een week zeker. En waar gingen de andere zomervakanties naartoe? Zuid-Frankrijk. Met de auto. Ja. Ja. Jij? We zijn naar Duitsland geweest, maar ook wel naar Spanje gevlogen. Okay, nou, uitstekend. Maar, dat is het leuke aan zo'n podcast. Hè? Dan leer je toch de mensen achter de microfoon een beetje goed kennen. Maar jij houdt wijselijk je mond. Nou ja, dat gaat natuurlijk alleen maar naar andere continenten, eerste klas. Ja. Je snapt het natuurlijk. Snop. Ja, uitstekend zeg. Maar weet je waarom het hier zo druk is? Nou? Ik sprak gisteren de ouders van Mickey van de Ven, maar alles schijnt dicht te zijn op zondag in Wolfsburg. Is dat zo? Alleen tankstation is open. Echt waar? Winkelcentrum, alles dicht. Potverdorie, het is ook een bruisende stad op deze zondag. Zondagsrust. Ja. Is toch heerlijk, man, die zondagsrust. Hadden wij die zondagsrust vandaag? Maar ja. Maar over Mickey van de Ven gesproken, wat was dat nou precies? Want was hij nou een beetje boos op Bergwijn over dat hij tijdens de training was aangevallen? Valentijn, hoe zat dat? Nee, nou, Bergwijn die maakte een tackle en daar raakte die van de Ven. Die raakte daar geïrriteerd door. En dat heb je tijdens training. Als je natuurlijk wat langer met elkaar onderweg bent, en dan komen de kleine irritaties naar boven. En zeker bij twee spelers die natuurlijk allebei... Mickey van de Ven heeft een paar minuten gemaakt, maar Steven Bergwijn heeft helemaal nog geen minuten gemaakt. Ja, en dan kan zoiets een beetje knetteren. En dat is gewoon goed, hoor. Dat hoort er gewoon bij. Hmm. En nu zitten de camera's bij, dus dan wordt dat natuurlijk vaak een beetje uitvergroot. En ik denk dat achter de schermen dat er echt wel meer dingen gebeuren. En dat hoort er ook bij een jonge spelersgroep. Ja. Nou, Mickey van de Ven die lost het volgens mij ook prima op. Die verloor wel onmiddellijk twee keer de bal. Maar daarna liep hij van het veld af. Hij beende in één keer naar de kleedkamer. En later schijnen er ook excuses gemaakt te zijn. Hij trainde ook gewoon niet goed. Mickey van de Ven niet? Nee, tenminste wat ik zag. Ja, als je natuurlijk twee keer de bal verspeelt. En Ronald Koeman die was niet de hele tijd met de reserves bezig, zag ik wel. Maar Erwin Koeman wel. Ja, dat is natuurlijk nooit lekker. Hè. Je probeert zo'n training. Hè, want dat is echt een training met een hoge intensiteit voor de reservespelers die de dag ervoor niet hebben gespeeld. Ja, die eigenlijk onderling potje aan het spelen waren. Dan probeer je jezelf te laten zien. En als je dan twee of drie balletjes verkeerd geeft, dan bouw je daarvan. En er gebeuren wel eens dingen. Maar de Fransen die lossen het misschien iets beter op. Want die hebben gewoon kleine oefenwedstrijdjes gepland na een wedstrijd hier voor de reserves. Volgens mij was de jeugd van Paderborn. Klopt, ja. Moest tegen Frankrijk spelen. Die waren speciaal te gast ook bij die wedstrijd Nederland-Frankrijk. En de dag later moesten ze aan de bak. En dan werden ze verzoek gespeeld door Mbappé, die meedeed. Ja. En volgens mij scoorde die vier doelpunten of zo. Of, hij bereidde er twee voor en maakte er twee. Dat was en die speelde 50 minuten. Dus wat dat betreft is het Nederlands elftal ontsnapt. Ja, maar ik dacht ervoor. Dat is, ja, precies. Dat Mbappé niet meer. Meedeed. Maar volgens mij heeft Nederland zelf dan, dat heeft Koeman ook aangegeven, ook geprobeerd om zulke oefenwedstrijdjes voor de reserves
te regelen. Maar Nederland kreeg dat niet voor elkaar. En de Fransen dus wel. Ja, ik zag ook die vrije trappen nog die ze aan het oefenen waren aan het einde van de training. Zirkzee, die schoot er wat in. Ja. Ja, die maakt voor mij maakt hij een prima indruk op de trainingen die ik kan zien. Ja, en hij heeft ook de stijl van een spits zoals je graag in het Nederlands elftal zou zien. Het is een beetje een vlinder in het lichaam van een, wat was het ook alweer? Zoals hij omschreven werd in de Serie A, van een beer, geloof ik. Ja, zoiets. Ja, geweldig gevonden. Ja. Ja. Ja, goed voorbereid. Ja, ja. Nee, zeker. Ja, het staat hier allemaal uitgeschreven. Ja. Maar goed, die maakt een goede indruk. Ja, die maakt een hele goede indruk. En als Koeman van plan is om de paai bijvoorbeeld rust te geven, omdat hij nu al een groot aantal wedstrijden in een korte tijd heeft gespeeld nadat hij is teruggekomen van een blessure. En hij speelt niet zo denderend, dan zou hij een heel goed alternatief zijn. Ik denk dat hij een beter alternatief is dan Brobbey. Alleen al omdat Brobbey natuurlijk in dit trainingskamp geblesseerd is geweest. En daar kan je gewoon geen risico mee nemen. En op het moment dat je Brobbey wel speelt en hij valt na 5 minuten uit omdat hij 2 keer onverwacht moet aanzetten. Ja, dan heb je de pop aan het dansen. Kan je alsnog Zirkzee brengen, maar dan ben je wel een wissel kwijt. Nou, ja, maar ja, risico moet je gewoon niet nemen. Trainers roepen altijd van als spelers op de bank kunnen zitten, kunnen ze spelen ook. Ik begreep al heel snel dat die blessure van Brobbey eigenlijk niet zo heel veel voorstelde. Maar hij stond er wel 2 dagen door aan de kant. Ik denk dat hij wel gewoon kan spelen. Alleen Koeman zal moeten bepalen als Depay niet speelt. Want ik heb nog steeds wel het idee dat hij hem gewoon opstelt. Ook om hem misschien even over dat dode punt heen te helpen. Maar als hij hem niet opstelt, dan denk ik dat je Brobbey ook gewoon heel goed neer kunt zetten. Ja, maar komt Depay nog over dat dode punt heen? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Misschien tegen Oostenrijk zou dan een lekker potje kunnen zijn. Eventueel. Maar ja, als je daarna weer een topland loopt, ja, dan krijg je misschien weer hetzelfde probleem. Ja, maar Mike heeft een onderzoek gedaan naar Depay. En die had ook geconstateerd dat hij als invaller namelijk ook heel goed het verschil kan maken. Onder andere bij Atletico Madrid. Dus je kan hem ook gewoon later brengen. Brengen met laatste half uur. Doet hij nog een beetje extra wedstrijdritme op. En ja, is hij nog een beetje in de weer. En misschien dat hij het dan wel oppakt. Maar hij moet gewoon doen wat iedere spits moet doen. En dat is veel in de spits blijven. En als je uit de spits komt, gewoon heel balvast zijn. En geen ballen verliezen op het middenveld. En snelle kaatsen. Maar ook die diepgaande acties moet hij maken. En dan hoor je niemand over de paai. Want dat was de paai die we hebben gezien tegen IJsland. En die zien we hier op het EK vooralsnog niet. En is het heel veel de paai voor zichzelf. Ja. En het moet veel meer voor het elftal zijn. Maar als hij eenmaal in de 16 kwam, en dat zag je ook tegen Frankrijk 2-3 keer. En hij komt daar aan de bal, ja, dan is hij levensgevaarlijk. Want ja, dan weet echt helemaal niemand wat hij gaat doen. Nee, maar dat is misschien Daar is hij gewoon veel te weinig. En dan wordt hij natuurlijk ook niet altijd daar aangespeeld. Precies. Maar als hij diep blijft staan, dan kan het hele elftal opschuiven. Dat is een leuke tactische verhandeling. Van 's ochtends om 9 uur. Nou ja. Ik word er zelf moe van. Maar ja, als hij dat nou zou doen, hoef ik het hele verhaal ook niet te vertellen. Nee, dat is ook zo, ja. He? Maar ja, goed, nou, misschien dat hij dan op een eiland staat, wordt al gezegd. Het is ook niet makkelijk voetballen voor de paai. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, het is heel makkelijk voetballen met dit elftal. Want Koeman wil wel naar voren met dit elftal. Jongens, sorry. We zijn nu op. We zitten nog niet eens halverwege dit toernooi. Een stuk spek. Vader heeft het over Koeman. Zit nog in mijn achterkies. Vader heeft het over Koeman en naar voren en hij verslikt zich. Ja, dat is ook. Ja. Maar je had een verhaal dus, of je hebt een verhaal klaarstaan daar zijn we mee bezig. Maar wat wel heel erg opvalt in de statistieken, is dat hij dit seizoen bij Atletico maar 1 wedstrijd volledig heeft gespeeld. Hij heeft er, ik zeg nu uit mijn hoofd, ook slecht voorbereid. Volgens mij 23 wedstrijden in de competitie meegedaan. En dat is 14 keer als invaller, dus 9 keer in de basis. Maar van die 9 keer is hij 8 keer uitgewisseld. Dus ja, dat betekent dat je 1 keer 90 minuten hebt gemaakt. En dat is natuurlijk wel heel weinig bagage om zo'n toernooi te spelen. Ja, ik hoorde een boertje. Ja, dat was Ronald de Boer, denk ik. Ja. Goed, zullen we maar eens even naar de stellingen gaan om deze podcast een beetje vlot te trekken. Ja, maar hij zit wel te lachen om die podcast. Dat is wel leuk. Ja, die verhalen moeten wel ingrijpen. Podcast, hè? We hebben overigens wat reacties gekregen op de shirts die we dan eventueel weg zouden kunnen geven. Willen we die even pakken tussendoor? He? Zelfs vanuit Spanje. Maar het is alleen reacties met humor. Dus nou ja, Nick heeft, die is heel gretig. Die heeft 2 reacties gestuurd. Stuurt mij dat blauwe EK-shirt maar in plaats van Valentijn. Blauw staat hem niet goed. En aangezien hij altijd een vleugje azijn bij zich draagt, kan hij beter dat shirt van Polen gaan dragen. Is dat grappig? Nee. Nee, die moeten er nog wel een 5 in leveren. Maar Nick had er nog geen. Valentijn kan beter 6 shirts voor €6 voor zijn kids halen. En mij dat blauwe Frankrijk-shirt geven. Ik vind het als je 2 keer reageert,
Ja, dan ben je gretig, hè? Ja, maar, ja dan, een scheepje voor aan het eind van de rit. Het maar begon je kon wel niet met GR, maar dat was niet grappig, maar gretig. En Sam Hartog die zegt nog, stuur mij dat oranje shirt op. Kan Valentijn het tenue van Le Bleu op de perstribune dragen. Allee, allee, allee. Ja, adieu, adieu, Piet. Ja, maar het is allemaal niet goed genoeg. Ja, die heren willen die shirts natuurlijk zelf bij de huis hebben. Maar waren dit allemaal reacties van voor de wedstrijd tegen Frankrijk? Nou ja, zeker al. Want het is natuurlijk heel erg... Heb je vandaag pas in je mailbox snel, gekeken? Nee. Nou, ik heb wel wat later in mijn mailbox gekeken, in mijn Twitterlijst. En zie je dat het allemaal heel erg is weggezakt. Een stuk viral filmpjes maken met Rob Kemps van links naar rechts. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal heel hard. Maar ik vind maar wel niet dat, alleen met Rob Kemps, toch? Ik vind dat Nick een shirt heeft verdiend. Als jij naar podcast@telegraaf.nl even je adresgegevens stuurt, komt er een shirt naar je toe. Dan kunnen we altijd nog kijken welke. Ongelooflijk, ben jij toch snel te lijmen, zeg. Hè? Dan ben je toch maar snel nou te lijmen. Wel duur, als we over de echt van die dingen af moeten. Dus zo'n slechte reactie en dan een shirt weg. Als je tafelgasten worden afgemaakt, dan dat vind jij natuurlijk heerlijk. Hè? Ja. Ja, deze gaat echt geen shirt krijgen, hoor. Nee? Nee, natuurlijk niet. Nick, stuur je adres naar podcast@telegraaf.nl. Maar we sturen dit shirt naar Mick. Kijk, ik laat even aan de kijkers van YouTube zien. Wat staat er achterop? Dirk Kuyt. Oké, nou vindt hij vast hartstikke van leuk. Wie zal die er komen? Nou, maar ik zag van de week ook iemand met een shirt van Dirk Kuyt lopen. Wie was dat? Was dat podcastproducer Hein Keizer? Ja, Hein Keizer, denk ik. Gaan we naar de stellingen. Brobby moet in de spits tegen Oostenrijk. Oneens. Oké. UEFA doet te weinig om supporters op het veld tegen te gaan. Oneens. Dit België is makkelijk te pakken voor Oranje. Eens. Oneens. En Eerste Divisie is de broedkamer van het Nederlands elftal. Eens. Oneens. En dat is misschien wel aardig om heel even aan te stippen. Dat is opvallend, hè? Hoeveel internationals in de Eerste Divisie hebben gespeeld. Ja, ik weet niet of het handig is om dat... Nou kunnen we zitten kopen die krant en dan halen we het even vast. Is een verhaaltje voor van de week? Nee, maar dat komt niet in de krant, dus kan je rustig vertellen. Je mag er wat over vertellen. Nee, ik heb zo'n interview met Jerry Schouten en die heeft natuurlijk 40 wedstrijden voor Telstar gespeeld, dat wist jij. Ja. Maar er blijken gewoon veel meer internationals in de keukenkampioen-divisie gespeeld te hebben. 15 van de 26 en in totaal 547 wedstrijden. Hij is geen fan van de keukenkampioen-divisie, denk ik. Hij begint nu echt te jagen. En dat is wel heel opvallend. En er wordt altijd gezeurd over competitievervalsing en dat die jongteams dit, jongteams dat. Maar in dit Nederlands elftal zijn er ook spelers die gewoon niet in een jongteam in de keukenkampioen-divisie hebben gespeeld. Die Gianni Reinders bijvoorbeeld 92 wedstrijden. Mm. Wout Weghorst heeft een heleboel gespeeld. Joey Veerman bij Volendam. Dus ja, dat is wel opvallend. En ik denk dat die competitie wel heel belangrijk is. Omdat dat toch een heel ander soort voetbal is. En daar ook wel gehard wordt. Ja. En ik denk dat Nederland zelf al daar best wel voordeel mee heeft. Eens? Ja, in principe heeft Mike wel gelijk. Maar het ging over die competitie. Maar in de hoofdklasse van de jeugdcompetities, zeg maar, hebben ze ook allemaal gespeeld. Dus ja, dan is dat eigenlijk de broedkamer. Gewoon de hele Nederlandse voetbalstructuur, de hele Nederlandse opleiding is gewoon de broedkamer voor alle talent wat we hebben. Ja. Het is gewoon heel goed gestructureerd in Nederland. En dat is heel belangrijk. En we hebben gewoon een goed voetbalidee waar eigenlijk al die trainers mee aan de gang gaan. Ja, ik denk dat de infrastructuur in Nederland ideaal is om gewoon een goed nationaal elftal, een goed voetbalproduct te kunnen neerzetten. Behalve als je dan het winnen en verliezen loslaat, hè? Zoals de KNVB natuurlijk beoogde. Ja. Dat doen gelukkig die club zelf en die leiders en dergelijke, die houden natuurlijk alles wel bij. Want die zijn echt wel gretig genoeg om dat bij te houden en om dat over te brengen op die kinderen. Maar dat staat natuurlijk wel een beetje in schril contrast met het uitgangspunt van de technisch directeur Nigel de Jong bij de KNVB. Dat hij zegt, ja, het enige wat telt is winnen. We winnen overigens helemaal niks, maar dat de zaak is. Maar dan is het natuurlijk heel raar dat je dat bij de jeugd eruit probeert. Ja, ik wil ook winnen, hoor. Ja, wat ook heel raar is, is dat dus zeg maar een piramide of een systeem dat heeft bewezen heel goed te zijn. Want er komen gewoon heel veel jongens door uiteindelijk naar het Nederlands elftal. Dat je daar gewoon allerlei dingen gaat aanpassen. Er is toch altijd met standen en met uitslagen gespeeld. Ja. En daardoor zijn er zoveel jongens in het Nederlands elftal gekomen. En als je dat nu allemaal gaat veranderen, komt er weer een aantal uitvinders die denken het weer allemaal opnieuw te moeten uitvinden. Dus ja. Jij zegt Nigel de Jong ook nog voorbij komen? Zeker. Ik was vanochtend aan het wandelen. Ik ben dan wel jaloers als ik zo'n rondje wandel. Want dan zie je eerst collega Jeroen Kapteins voorbij chasen. Die is aan het hardlopen. En dan komt Joey van Vandaag Inside, de cameraman. Die ben ik wel drie rondjes tegengekomen. En toen kwam opeens een ploegje met het Nederlands elftal. En Nigel de Jong, 4 voorop. Dus die gaf Oranje wel even het goede voorbeeld. Samen met Michael Reiziger. En ze liepen soepel. Kijk eens, hartstikke. Waar ben je jaloers op, Mike?
Nou, dat ik moet wandelen en met mijn klutsknieën inmiddels op 51-jarige leeftijd niet meer kan hardlopen. Dus dat sommige mensen nog wel heel soepel lopen en dat het bij mij wandelen wordt. Oké. Nou ja, goed. Je doet in ieder geval die rondjes en dat is dan weer hartstikke mooi. Over die supporters op het veld gesproken dan. Hè? Dat gebeurde natuurlijk weer bij Ronaldo. Was ook echt een jochie die het veld op kwam. Ja. Ronaldo gaat er wel redelijk relaxed mee om. Maar die coach Martinez zei echt van ja, de UEFA moet meer doen. Ja, maar om misschien dit tegen te gaan. Moet Ronaldo ook niet zo coulant mee omgaan. Dan moet hij gewoon dat jochie een schop onder zijn achterste geven. Wegwezen. Hè? Dan geef je ook een voorbeeld. Want nu geeft hij het voorbeeld van jullie zijn welkom bij mij. Ja, en dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan weet je, als er één over de schaap over de dam is, dan volgen er meer. En dus krijg je allemaal van dat soort gastjes dat even in de limelights of in de spotlights willen staan. Hier voor het courtyard hotel liggen ook 5 jonge gastjes die gisteren een handtekening van Vlaanderen proberen. Ja. Maar ja, die hebben allemaal schoppen onder de reet gekregen. Er staan zelfs voor dit hotel nu ook dranghekken. Dat komt omdat iedereen daar zijn auto parkeert. Er komen zo'n 4 uur 's nachts mensen, kinderen uit Leipzig rijden. Denk ik, parkeer die auto even voor de deur. Nou, dat is niet waar die gang. Accepteert, hè? Nee. Maar dan moet je een stukje verderop gestaan. Dus die dranghekken waren niet voor jou. Het was geen mixzone voor jou. Nou, maar wel dat wij onze auto daar dus niet meer neerzetten. Nee, maar ik wil me wel heel graag bij de bondscoach van Portugal aansluiten. Ja. Want ik zat te tikken bij Nederland-Frankrijk. Ja, en op die perstribune werden wij gewoon voortdurend gestoord. Allerlei mensen die met vader op de foto willen. Ik was helemaal uit mijn focus. Vandaar ook dat wedstrijdverslag zoals het in de kansel. Nee, dat is onzin. Nou, nee, maar er was zelfs, ze moest een extra suppose worden ingeschakeld. Ik kan een suppose aan het begin van het rijtje staan. Ja. Maar dit was, nu denkt iedereen dat dit een grap is. Maar hoeveel selfies zijn er gemaakt? Nee, dat weet ik niet, Mike. Nou, of niet zo. Dat houdt er niet bij. Zeker 15 of zo, denk ik. Hè? Ja, maar op een gegeven moment kwam er zo'n geel hesje steeds achter zo'n... Ook aan je supporter aangekend. Bier van de tweede ring werd er gegooid. Maar over Ronaldo gesproken en over dat veld betreden. Ja, maar er waren wel supposen natuurlijk om dat tegen te gaan. Maar je ziet toch dat ze er doorheen glippen. Ja, maar daaruit ontstond natuurlijk ook de consternatie. En dat was natuurlijk waarom Martinez en ook ageerde tegen die veldbestormingen. Omdat een speler van hem raakte uiteindelijk geblesseerd. De spits van Paris Saint-Germain die werd ondersteboven gelopen door een steward. Omdat hij stond vlakbij Ronaldo. En ze waren zo gretig om dat ventje te pakken. Mm-hmm. Ja, toen liepen ze de spits omver. En die ging vervolgens geblesseerd naar de catacombe. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan gaat de eerste shirt al. Ja. Ja, niet eens dat shirt is voor Nick. Dat wil niemand hebben. Ja. Leg maar even het shirt van Polen neer. Ja. Dat is toch collectors item, mensen, kinderen. Want die liggen bijna uit het toernooi. Kijk, en dan is het natuurlijk wel zaak om daar beter tegen op te treden. Dat begrijp ik wel. Maar Ronaldo zelf die moet ook gewoon zeggen van dat hij het niet wil hebben. En dan heb je misschien kans dat de mensen... Maar even correctie, ze liggen uit het toernooi. Polen... Ze liggen zo, als ze zouden winnen van Frankrijk, komen ze op 3 punten. En de rest zit ook al op 3. Overigens zullen we bij Nederland weinig last hebben, denk ik, van veldbestormers. Hoezo? Nou, achter wie gaan ze aan dan? Hè? Achter wie gaan ze aan? Als achter Bart Verbrugge. Woutje Weghorst, hè? Woutje Weghorst. Populaire speler. Dan moeten ze naar de dugout toe. Overigens, over die stand gesproken. Ik zag zo'n schema wanneer dan de nummer 3 met 4 punten niet door zou gaan tijdens dit EK. Ja, dat is praktisch onmogelijk, geloof ik. Mm-hmm. Om inderdaad niet meer naar de volgende ronde te gaan. En dan heb je natuurlijk België die uiteindelijk een overwinning tegen Roemenië hebben geboekt. Turkije ging onderuit tegen Portugal natuurlijk. Ja, als je die ploegen zo een beetje langs de meetlat legt, ben je er dan van onder de indruk, Fante? Ja, vooral van Spanje en van Duitsland. Ja. Dat zijn eigenlijk wel de 2 teams. En Frankrijk heeft gewoon het potentie om het ook te worden. België in de voorhoede. Niet de hele tijd laten zien tegen Nederland. Ja, en die Belgen die staan er gewoon weer om pole position, zeg maar. Die hebben de eerste wedstrijd verloren. Winnen ze gewoon de laatste ruim tegen Oekraïne, dat meen ik. Ja, dan zijn ze groeps eerste. Ja, en dan speel je helaas geen Nederland-België in Düsseldorf. Nee. Dat is natuurlijk geweldig geweest. Ja, precies. Dat vind ik wel jammer. Overigens is het mooi om te zien dat Ronaldo, die vestigt het ene na het andere record. Hè. Die heeft nu geloof ik de oudste assist maken op een toernooi. Die moet dan nog scoren. Maar Jan Vertonghen is ook lekker bezig, want die is inmiddels 37, naar ik meen. Ja, dacht ik. En die speelt nu voor België dus weer in de basis. En de ontbrekende schakel. Hè? Want de eerste wedstrijd was niet best. En gisteren was het dan iets beter. Al zijn ze verdedigend af en toe kwetsbaar. Hè? Met 3 achterop. Later werden dat er 4. En toen ging het wel wat beter bij die Belgen. Ja, laten we Jeroen er even bij halen. Want de schrik sloeg veel Twente supporters om het hart.
bij een oefenwedstrijd gisteravond, gistermiddag was dat. Want er was een stellage met een spandoek eraan en dat stortte in. Jeroen, hoe zat dat precies? Ja, ze speelden een oefenwedstrijd. De profclubs in Nederland beginnen langzamerhand alweer aan het nieuwe seizoen. Dus met trainen en Twente had zelfs alweer een oefenwedstrijd. Dat was bij Stevo in Geesteren. En daar had men met huis, tuin en keukenvleit een sfeeractie in elkaar geknutseld met een grote kraan. En daar hadden ze een groot spandoek aangehangen. Maar daarbovenin, dat spandoek hing weer aan een ijzeren balk. En die liet los van die, die kraan, die hield dat niet. Of die was niet goed bevestigd, dat hele gebeuren. En dat donderde naar beneden. En er stonden een paar honderd man zonder eronder. Dus ja, dat is niet zo, niet zo prettig natuurlijk als je dat op je krijgt. En er waren 10 gewonden en 2 ja, ernstige gewonden. Gelukkig geen mensen levensgevaar. Als het ding een meter meer de andere kant op was gevallen, dan was de schade waarschijnlijk veel groter geweest. En dat was schrikken voor de spelers van FC Twente die daar net het veld op waren gelopen. En Ricky van Wolleswinkel was de eerste die er meteen naartoe rende om te gaan helpen om dat ding weer van die mensen onder dat ding vandaan te krijgen die eronder zaten. En alle andere spelers van Twente en ook van Stevo renden daar ook op af. Dus ja, het is natuurlijk toch, je ziet veel van die sfeeracties en dat is altijd hartstikke leuk en mooi. En je moet ook wel nadenken over veiligheid. Hè? Er is vorig jaar ook een rapport verschenen van het auditteam Voetbal en Veiligheid. Bij een Feyenoord-Ajax wedstrijd met een groot spandoek met allemaal fakkels eronder. En dat heel gevaarlijk kan zijn, want zo'n doek kan natuurlijk brand vliegen op zo'n tribune met al die mensen eronder. En er waren allemaal reacties van supporters. Nee, dat kan niet branden, want dat is textiel wat niet brandbaar is. Maar we hebben bij de bekerfinale gezien, toen zo'n doek in de grachten lag en daar het fakkel op viel, ja, dat het wel degelijk kan branden. Want daar kwam een vuur uit waar ze toch een kwartier mee bezig zijn geweest om dat uit te krijgen. Ja, ik zag ook, naar ik meen een keer bij Ajax Feyenoord, dat er ook een brandje was uitgebroken. Je ziet het vaak met die spandoeken natuurlijk, die ook dan bijvoorbeeld een hele over tribune brandje, bedekken. Over dat brandje had Jeroen het? Nee, dat was ook nog eerder geloof ik. Maar goed, het is toevallig een keer wat ik gezien heb. Maar dat was een wedstrijd langer geleden. Maar je ziet het, nee, serieus. Oh, maar gelul. Nee, je ziet het, nee, dat is zo. Er was ook een keer een Ajax Feyenoord eerder. Joh, geef nou gewoon één keer toe. Nee, dat weet ik zeker. Nee. Ik zoek het wel voor je op. Ja. Ik zat toevallig op de tribune. Hebben we het morgen over. Ja. Maar er zijn 2 zware gewonden. Ja, ernstige gewonden, ja, wat dat precies inhoudt, weet ik niet. Iedereen was bij kennis, dus het zijn niet mensen die buiten bewustzijn waren. Maar ja, je kan natuurlijk iets. Het was een heel metalen ding wat naar beneden valt. Als je dat ziet, nou, als dat van zo'n grote hoogte valt, dan kan je natuurlijk van alles breken en noem maar op. En die gaan natuurlijk politieonderzoeken volgen. Ze gaan uitzoeken van op de bouw moet iedereen met zo'n Bob de Bouwerhelm lopen als ze met zo'n kraan aan het werk zijn. En hier zetten ze zo'n kraan neer met een zwaar ding en eronder staan een paar honderd man. Ja, het is een amateurclub, maar het was natuurlijk ook een amateuristisch uitgevoerde actie. Moet je dan een vergunning voor zoiets aanvragen of moet het sowieso niet gebeuren? Je moet gewoon niet doen, man, de gezeur met die sfeeracties bij die amateurwedstrijden. Waar gaat het over? Het gaat toch helemaal nergens over? Er wordt een doek opgehangen van Epi Drosten met Arnold Brugging die nauwelijks herkenbaar is. Kap er gewoon mee, speel gewoon die wedstrijd. En als je daar wil kijken, ga je daar kijken. Maar er is toch helemaal geen sfeeractie nodig. Ja. Er komen dadelijk ook allemaal fakkels en vuurwerk en weet ik wat allemaal. Ja, dat is toch helemaal niet nodig. Maak gewoon zelf de sfeer. Daar heb je toch geen spandoek voor nodig. Voor mij waren het zelfs 2 hoogwerkers die erachter stonden. Maar wie heeft jou? Dus het is geen huis- en tuin, huistuin- en keukenactie geweest. Ja. Weg geweest en wil. Maar nou ben ik wel eens bij jou thuis geweest. Daar is het best sfeervol. Wie regelt dat dan? Jij bent niet zo van de sfeer. Ja, nee. Toen je Abraham werd, was er niet een grote pop neergezet in de tuin. Die kunnen ook in brand vliegen natuurlijk, hè? Zo'n 15 jaar geleden. Ja, je denkt toch niet dat het bij mij een Abraham in de tuin komt. Nee. En ook geen verrassingsfeestjes en zo. Dat denk ik ook niet. Dat niet zo op prijs gesteld wordt. Ik denk dat die Abraham spontaan weg wordt geschopt. Maar wat ik bedoel, met die grote spandoeken. Zodat je dat natuurlijk ziet, dat wordt uitgerold op die tribune. Nee, en als daaronder iets gebeurt. Ik vind het in die stadions ook belachelijk. Ja. Tegenwoordig moet je een half uur van tevoren moet je met je oren dicht zitten. Omdat ze een of andere vuurwerkactie hebben. En het is allemaal geweldig. Nou, een beetje geluid. Joh. Als je een beetje geluid wilt, zet je je oortjes op. En dan laat je wat vuurwerk. Ik zag in de Oranje Parade een supporter lopen met een klein fakkeltje had hij in zijn hand. En die werd al aangesproken door de supposter. Dat het toch niet de bedoeling was om dat het stadion mee te nemen. Ik zag ook nog in die optocht lopen. Dat zei, ja, er lopen leuke mensen in die... Nou, je kan in Berlijn alweer meelopen. Twee
sokkeltjes. Ja, je kan in Berlijn wel meelopen. Het zijn hele appetijtelijke mensen weer. Ze zongen volle borsten. Ja, absoluut. Nee, dat wordt weer heel gezellig. Overigens, wat zit je te lachen? Hey Mike, zeg, ik vond het wel een leuke woordspeling. Ze zong met volle borst. Ja, uitstekend. Overigens, Vertonghen die is nu nog... Daar hebben we het net al over gehad. Vertonghen is nu de man die het moet doen voor België. Maar in de toekomst is dat natuurlijk, Mike, daar komt hij. Ja, your team, Mokyo. Ja, dat is het grootste talent ooit uit België. Ja. En producer hij keizer. Hij kiest voor Ajax. De hele wereld aast op hem. Ja. Ja, het is wel heel erg jong dat Ajax scout nu. Hij is 4 jaar oud. Ja. Hij is 29 februari geboren, dus schrikkelkindje. Maar hij is officieel 16 jaar oud. Barcelona. Belgisch talent. Schijnt een heel groot talent te zijn. Ik ken hem niet. Maar er zaten meer clubs achteraan. En hij lijkt voor Ajax te kiezen. Maar dat durft niemand bij Ajax nog met zekerheid te zeggen. Want als er heel veel clubs achteraan zitten... We hebben hier geloof ik in de podcast al een keer gezegd... dat Ajax niet meer het meeste geld van heel Europa heeft. Nee. Dus... Even afwachten, maar Ajax heeft goede hoop dat ze hem kunnen vastleggen. Ja, en wat wou ik nou nog zeggen? Nog één laatste dingetje. Oh ja, alle spelers bij Erik ten Hag, die raken natuurlijk geblesseerd. Maar nu raak je al geblesseerd voordat je naar Man United gaat. Want Alvarez, onze grote vriend, die moest met Brancaar geloof ik zelfs het veld af. Openingswedstrijd was het, denk ik, Copa America, Mexico, ja. Jamaica. 1-0 gewonnen. Maar Alvarez is geblesseerd. Dus, ja. Dan kan hij weer lekker terug naar zijn vrouw. Kan je lekker bij zijn familie blijven. Ja, maar ja, het is natuurlijk wel... Het is wel tragisch. Als het ernstig is, kijk, ik ken de aard van de blessure niet. Ik heb hem wel eens eerder bijna zwaar gewond afzien gaan. En toen speelde hij, dat zie je wel vaker bij de Latino's. Die spelen dan gewoon 3 dagen later weer. Maar als het wel een ernstige blessure is, dan zou het heel sneu zijn. Ja. Als je een transfer naar United kan maken. Ja. Van West Ham dan. Dat gaat niet door deze blessure, dan is dat... Kloten. We kunnen vanavond weer kijken naar Duitsland. Die moeten tegen Zwitserland. We hebben een pers. Maar die andere is leuker, hè? Hongarije tegen Schotland. Nou, dat is wel mooi. Maar ik denk dat we hem hier niet opkrijgen in het hotel. Wat denk jij? Ik denk dat ze Duitsland gaan kijken. Dat lijkt me ook, ja. En dan hebben we nog een persmoment met Gakpo en Weghorst. Twee smaakmakers dit toernooi. Dus dat is leuk om te gaan volgen. En dan hoort en ziet en leest u daar weer van alles over. Hebben allebei in de volgende afleveringen van Kick-Off. In welke vorm dan ook. Wou je nog iets anders kwijt? Nee, ze hebben allebei in de keukenkampioendivisie gespeeld. Oh ja, ook dat nog, ja. Heren, dankjewel. Jeroen, jou ook bedankt, hè. Is er nog nieuws over Vitesse? Moeten die vader en moeder van het kind ook wel bedanken. Komt de volgende keer wel weer. Wat zeg jij? Die vader en moeder van het kind ook wel bedanken. Ja, ze zijn weggelopen toen je met messen begon te gooien. Ja, uitstekend. Tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.